Heerkes, een wedstrijd in de categorie, je wint hem, maar moeizaam. Ja, zeker moeizaam. Ja, normaal zijn we wel wat stabieler aan de bal, dat we hem wat makkelijker kunnen houden. En ja, vandaag verloren we hem snel. En ja, ik vond wel dat we daarnaast wel goed verdedigen, dat we wel snel de bal weer terug hadden. Maar ja, we hebben wel eens beter gespeeld inderdaad. En aan de andere kant moeten we nu ook niet in één keer denken dat we van iedereen zomaar even winnen. Nee. We hebben echt een periode gehad dat we wel echt iedereen van de mat aftikten, ongeveer. En nu is dit is ook een tegenstander, die zijn ook gedegradeerd uit de derde divisie. Je ziet dat ze veel fysieke krachten hebben, dat ze ook een paar slimme spelers erbij hebben. Dus ja, dan kan je inderdaad niet verwachten dat je iedereen zomaar even weer makkelijk naar huis stuurt. Ze stellen zich op jullie in, hè? Linies dicht op elkaar, kort dekken. Ja, ze begonnen ook de eerste helft heel verdedigend, vond ik. Dat had ik dan weer niet verwacht. Daar hadden we wel iets meer moeite om daar doorheen te spelen. Ik denk dat we op het middenveld de overtalsituatie wat beter hadden kunnen uitspelen. En tweede helft zetten ze wel wat meer druk naar voren, waardoor de wedstrijd veel lange ballen kwam en veel fysieke duels. En dat maakte het voor de toeschouwers niet leuker op, denk ik. Maar gelukkig sleep hem eruit. Ja, eigenlijk hoop je natuurlijk naar die snelle 1-0 of snelle 1-0 halverwege de eerste helft, dat er dan meer ruimte ontstaat. Dat was in ieder geval. Ja, er waren wel een paar goede loopacties van Tom achter de verdediging van Gerald. Dat, dat we wel wat onder de druk uitkwamen met wat lange ballen daarachter de verdediging. Maar ja, ze gaven nog steeds in de eerste helft niet heel veel druk inderdaad. En ja, wat ik zei, de tweede helft komen ze wel wat verder naar voren. Maar, En dan ontsnap je ook even, hè? Twee keer. Eén keer wel of geen penalty. Later speler spits van hun die alleen door kan. Ja, dat was ik denk in 2 minuten of zo. Ik denk dat het wel een penalty was als ik eerlijk ben. En die bal daarna, dat is volgens mij een steekbal door het midden. Dat hij alleen op Kevin afkomt. Die verkleint zijn goal nog wel goed. Waardoor hij wel iets onder druk komt. Maar die had hij wel mogen maken natuurlijk. En dan valt die 2-0 natuurlijk ook weer op een goed moment. Ja, heel goed van Sebastiaan die hem diep geeft op Jort. En ja, dat vind ik heel sterk dat hij daar even zijn rust bewaart. En dat hij hem gewoon rustig op Björn afgeeft. En die hem zoals vaak gewoon rustig erin schiet. Ja. Je noemt de naam van Jort Ambergen. Ja, wat gun je hem dat goaltje ook? En wat was hij dichtbij? Hè? Ja, ik zat er bijna op zijn schouders. Maar hij schoot hem ook net naast inderdaad. Dus dat was jammer. Maar iedereen gunt het hem. Hij werkt keihard. En ik hoop gewoon dat hij zo doorgaat. Even naar jezelf. Vorige week ontbrak je vanwege blessure. Vandaag ijzersterke eerste helft met name. Ja, inderdaad. Ik had een wat aanhechting bij mijn heup wat een beetje verrekt was. En nu kon ik wel weer gewoon volle bak spelen. Ik denk dat de eerste helft inderdaad ook aan de bal wat sterker was. En de tweede helft was het vooral ruimtes dichtlopen en proberen dat zij ook niet echt gevaarlijk werden. En ik denk dat we dat verdedigend wel heel goed hebben gedaan. Nou goed, wederom overwinning. Je blijft bovenin meedoen. Ja, volgende week misschien hoop op een wonderetje van Hollandia bij MSC. Of juist een wondertje van MSC. Wij hebben 2 keer tegen MSC gespeeld. Vond ik ze persoonlijk niet heel sterk. Maar daarnaast pakken ze toch wel veel punten. En ook bijvoorbeeld tegen Jos hebben ze ook thuis gewonnen. Dus laten we gewoon hopen dat er inderdaad een wonder gebeurt. Ik weet niet of Hollandia vandaag gespeeld heeft, maar... Nee, dat weet ik op dit moment ook even niet. Maar in ieder geval even Elim. Volgende week jullie zelf de beker. Had je anders liever gehad even een weekendje vrij? Dat is altijd eventjes lekker. Maar ik denk voor de omgeving hier dat de wedstrijd tegen Elim wel heel leuk is. Dat we ook een keer in de buurt spelen tegen een tegenstander uit de buurt. Dus ik hoop dat er weer veel mensen op afkomen. En dat we dan gewoon goed spelen en door kunnen komen. En oppassen voor de verrassing dan? Ja, dat zeggen ze altijd. Waken voor onderschatting. Maar dat is ook gewoon echt zo. Dus... Gewoon door blijven gaan.